Hoofdstuk 28. Trobby in the family. Omdat Rachel geen kids kreeg, was ze jaloers op haar zus. Geef mij de baby, zei ze tegen Jamie. Anders ga ik dood. Jamie werd mad en zei, hallo, ik ben God niet. Hij zorgt ervoor dat jij geen moeder wordt. Neem mijn slavin Billa dan maar, zei ze. Bouw met haar. Als zij baby's krijgt, zal ik ze op mijn eigen knieën zetten. Dan krijg ik toch nog nakomelingen door haar. Dus ze gaf hem haar slavin Billa. Jamie sliep met haar en Billa werd pregno. Ze zette een zoon voor hem op de wereld. Toen zei Rachel, God heeft naar mij geluisterd en mij een zoon gegeven. Ze noemde hem Dan. Zo ging het maar door. Lea was jaloers op de liefde van Jamie voor Rachel. En Rachel was jaloers op Lea, omdat die om en veel baby's kreeg en zij niet. Het werd gewoon een soort competitie. Ook de slavin van Lea, Zilpa, werd erbij gehaald. Uiteindelijk kreeg Jamie bij Lea en Zilpa 8 boys en 1 tanga. Bij Rachel en Billa kreeg hij 3 boys. 2 van Billa en uiteindelijk ook eentje van Rachel zelf. Rachel was om en blij natuurlijk. In die tijd was het een schande als je geen kinderen kreeg. Ze noemde haar boy Jozef en zei, ik hoop dat de maagden mij er nog een zoon bij geeft. Toen vond Jamie het tijd worden om terug te gaan naar het land waar hij was geboren en opgegroeid. Albino hield hem niet tegen, maar hij wilde hem eigenlijk ook niet kwijt. Hij zei, ik heb gemerkt dat de maagden mij om en blessings heeft gegeven omdat jij voor mij werkt. Mijn zaken zijn nog nooit zo goed gegaan. Wat wil je hebben? Jamie zei, geef mij een klein deel van je toko om mee aan de slag te gaan voor mezelf. Ai, zei Albino en hij gaf Jamie een deel van zijn business. Jamie was een slimme man en hij zette ganga. Hij ging zwaar hem. Hij werd rijker en rijker en hij werd de grote concurrent van zijn oom. Want bij Albino gingen de zaken alleen maar achteruit en achteruit sinds Jamie weg was. Hij probeerde steeds de afspraken met Jamie te veranderen en nieuwe deals te sluiten. Hij gunde Jamie zijn succes niet en hij was gierig. Hij had mooie praatjes, maar ondertussen probeerde hij Jamie te flashen. Maar dat helpt niet. Want wat Albino ook probeerde, Jamie ging er alleen maar op vooruit. Woop! De zonen van Albino merkten dat en ze gingen Jamie haten. Albino werd ook minder chill tegen Jamie. Toen zei de master tegen Jamie, ga terug naar het land van je family. Ik ga met je mee en ik zal je helpen. Jamie legde Rachel en Lea uit hoe de zaken ervoor stonden en waarom hij terug wilde. Hij vertelde hoe hun vader hem behandelde. Ook vertelde hij ze dat God tot hem gesproken had. Ik kreeg een droom en een engel van God deed een takje met mij. Hij zei, Jamie, ik heb gezien wat Albino je allemaal heeft aangedaan. Ik ben de God van Battle, waar je een steen met olie speciaal voor mij apart hebt gezet en waar je mij een belofte hebt gedaan. Kom, ga weg uit dit land en ga naar je geboorteland. Rachel en Lea zeiden, wat hebben we hier nog te zoeken? Laten we gaan. Kijk hoe onze vader ons behandeld heeft. Hij heeft ons als vreemden verkocht. Al zijn rijkdom is hem door God afgenomen en aan jou gegeven. Maar eigenlijk is het van ons en onze kinderen. Vang je niet, Jamie. Doe wat God je gezegd heeft. Toen Albino op een keer op een business trip was, zag Jamie zijn kans. Hij pakte zijn spullen en ging loesoe. Terug naar zijn vader Isa. Maar Rachel keerde nog snel wat gouden beeldjes uit haar vaders ossel. Ze gingen er vandoor. Jamie was al 3 dagen op weg toen Albino hoorde dat hij geboekt was. Hij riep zijn familie en achtervolgde Jamie. 7 dagen lang zat hij achter Jamie aan. Toen verscheen Gaddo in een droom aan Albino. Hij waarschuwde hem. Denk erom dat je Jamie met geen vinger aanraakt. Kort daarna haalde Albino Jamie in. Wat heb je gedaan, G? Zei Albino. Mijn flesje en das gaan met mijn dochters alsof je ze gekidnapt hebt. Hampoe. Nicky Dash. En behalve dat ook nog eens rippen van me? Als je me gezegd had dat je ging, had ik een visa voor je gezet en een band laten optreden. Je hebt me niet eens de kans gegeven om mijn kinderen en kleinkinderen te kussen en afscheid te nemen. Dat was niet slim van jou, Mattie. Ik had je makkelijk kunnen pakken, maar de God van jullie vader heeft mij afgelopen nacht gewaarschuwd. Anders. En dan nog dit. Ik snap dat je heimwee hebt en naar Osso wil, maar waarom heb je mijn goden gekeerd? Jamie zei, ik was bang, oompie, dat je me zou beroven van je dochters. Maar je mag zoeken. Degene die jouw goden heeft gejat, mag niet blijven leven. Kijk maar of ik iets van je heb. En als je iets vindt, pak je het terug. Jamie wist niet dat Rachel de beeldjes gestolen had. Albino stelde een grondig onderzoek in. Hij checkte eerst de waggie van Lea en toen die van Rachel. Rachel had de beeldjes op haar stoel gelegd en was erop gaan zitten. Albino doorzocht de hele waggie, maar kon niets vinden. Word niet boos als ik opsta, zei Rachel. Ik ben ongesteld. Albino zocht zich een breuk, maar hij vond de beeldjes niet. Jamie werd pist en eiste uitleg. Hey man, wat heb ik verkeerd gedaan? Dat je mij achtervolgt en niet alles op zijn kop zet, man. Heb je iets gevonden wat van jou is? Kijk wat ik allemaal voor jou heb gedaan de afgelopen jaren, vriend. Ik heb keihard voor je gewerkt, dag en nacht. 14 jaar heb ik voor je dochters gewerkt en nog geen 6 jaar voor je bedrijf. Keer op keer heb je mij geflasht. 20 jaar, kill. 20 jaar. Als de God van mijn vader Isa mij niet geholpen had,
Dan had je me nu met lege handen weggestuurd. Maar hij staat naast mij en hij heeft onrecht gezien. En daarom heeft hij je vannacht gewaarschuwd. Toen sloot ze op die plek een deal. Ze zwoerden voor God dat ze elkaar met rust zouden laten. Daarna aten ze samen. Zo lieten ze zien dat hun deal serieus was. De volgende dag kuste Albino zijn kinderen en kleinkinderen. Hij gaf ze een blessing en ging terug naar zijn ossel.